Yoga voor innerlijke rust. Maisha protesteert door. En uitleven tijdens muziekles. Goedenavond en welkom bij je favoriete programma, het 10 minuten jeugdjournaal. Yoga voor goede gezondheid. Dat is het thema van de Internationale Dag voor Yoga, vandaag dus. De Verenigde Naties hebben deze dag uitgeroepen om iedereen in de wereld zover te krijgen om aan yoga te doen. Deze eeuwenoude oefeningen zorgen namelijk voor innerlijke rust en houden je fit. Het 10 minuten jeugdjournaal bracht een bezoek aan Art of Living, die ook kinderen yogalessen verzorgt. Bij yoga doe je allerlei oefeningen met je lichaam en staat jouw ademhaling centraal. Mensen doen aan yoga omdat zij zich beter kunnen concentreren en er rustig van worden. Ik doe aan yoga omdat het me helpt concentreren. Het laat me beter werken op school. Omdat ik een beetje rustiger kan worden en op school beter mijn best kan doen en beter kan concentreren. Het laat je beter werken, je kan meer nadenken. Het is leuk, je kan je meer strekken. Yoga laat me goed concentreren op school, omdat het je rustig maakt en dan laat het een paar dingen uit je hoofd weggaan, dan kan je goed nadenken. Mooie teentjes naar beneden en je bent een lange boom. Hè? Bij yoga wordt veel gebruik gemaakt van thema's uit de natuur en de seizoenen. Je kunt bijvoorbeeld groeien als een boom of lekker waaien in de wind. Ook zijn veel yoga-houdingen naar dieren vernoemd, zoals een kat. Een boze kat. Het woord yoga betekent verbinding. Yoga is afkomstig uit India en in de hele wereld doen mensen hieraan mee. Het helpt jou om zowel lichamelijk als geestelijk kalm en in balans te blijven. Kinderyoga laat kinderen op een speelse manier kennis maken met de yoga-oefeningen, meditatie en ademhalingsoefeningen. Kinderyoga is dus yoga speciaal voor kinderen. Het is niet te serieus, het is speels. Maar als spelenderwijs leer je ze de yoga-technieken. Als spelenderwijs maak je ze bewust van ademhalingstechnieken, van meditatie. Niets is heel serieus, maar aldoende wordt het wel serieus. En ze vinden het leuk. En er is heel veel kinderyoga verschilt met volwassen yoga. Omdat er heel veel spelletjes worden gespeeld. We lachen veel, we praten ook veel. En soms hebben we ook nog gewoon praatjes over dingen van het leven of zo. Dus dat vinden ze. Dat is kinderyoga eigenlijk. Vroeger was ik echt laag gegaan met mijn cijfers. En hoe ik naar yoga ben gegaan, is mijn cijfers omhoog gegaan. Van mij ook. Hetzelfde is, dus als je naar yoga gaat en dan mediteer je, dan kan je meer, dan krijg je meer energie. En dan als je de volgende dag naar school gaat, kan je je beter concentreren en beter. En dan kan je begrijpen wat de juf zegt. Ik heb echt een verschil meegemaakt bij de kinderen. Omdat er waren kindertjes een jaar geleden bij mijn les. Die konden bijvoorbeeld hun teentjes niet aanraken of zo. En nu gaan ze gewoon heel makkelijker in. Dus je ziet dat net een elastiekje dat langzaam rekt. Net zo zijn hun spiertjes ook langzaam gaan rekken. En worden ze gewoon flexibeler. Je ziet ook dat ze meer zijn gaan lachen. Meer zijn gaan participeren in de spelletjes die we doen. Dus je ziet ook dat ze het leuk vinden. En wat ik ook zie is dat ze ook langer rustiger in de meditatie kunnen zitten. De kinderen hebben heel veel plezier. Yoga helpt ze niet alleen om hun concentratie te verbeteren, maar het helpt ook met kracht, flexibiliteit en teamwork. Ook bijzondere scholen in problemen. Maisha Neus gaat door met actie voeren. En vandaag is de langste dag van het jaar. Deze berichten vandaag in onze korte nieuwsblok. De tijd tussen de zonsopkomst en zonsondergang duurt vandaag ietsje langer dan normaal. Dit komt omdat de zon haar hoogste punt bereikt en zoveel langer licht kan geven. Meestal is dit op 21 juni. Op deze dag zijn er traditioneel ook veel feesten en bruiloften. Op elke plek op aarde kan de tijd tussen zonsondergang en opkomst verschillen. In sommige landen scheelt het maar enkele minuten, terwijl in andere landen, zoals Alaska, het wel 24 uur kan duren. Maisha Neus stond er vandaag weer, en nog steeds zonder vergunning. Gisteren werd Maisha meegenomen door de politie voor verhoor en kreeg zij de opdracht om een vergunning aan te vragen om te mogen protesteren.
Maisha heeft afgelopen weekend besloten om te protesteren voor kindertehuizen die dreigen te sluiten als de betaling van de regering uitblijft. Zij besloot geen vergunning te vragen omdat het tot nu toe steeds geweigerd wordt. Daarnaast kost het steeds 55 SRD. Ondanks de activisten haar vergunning nog steeds niet heeft, zal zij blijven protesteren totdat er vanuit de regering aandacht besteed wordt aan de financiële situatie van de kindertehuizen. Om ervoor te zorgen dat Maisha niet uitgebreid protesteert, stond er een busje met politieagenten op de loer. Zij zal er elke dag staan van 11 tot 12 uur 's middags. Een wereld zonder muziek, kan jij je dat voorstellen? Nee, ik ook niet. Muziek is de internationale taal die iedereen kent. Op de meeste scholen wordt er muziekles gegeven. We namen een kijkje op de Elisabeth 1 school, waar de kinderen zich uitleven tijdens de muziekles. Op de Elisabeth school is muziek één van de vakken die de leerlingen echt niet willen missen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat zij elke keer iets nieuws leren. En soms mogen ze ook even een bekende artiest zijn. Ik ben vaak met muziek bezig. Vooral als het op tv komt, als ik een telefoon heb, luister ik altijd naar muziek. Ik wil spelen een blokfluit, omdat we het op school moeten doen. Als ik zing, maakt het me prettig. Je kan veel liederen luisteren, leuke liederen, en dan daarna willen ook dansen. Al vanaf de geboorte houden kinderen van muziek. Eigenlijk daar vooral. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een zwangere vrouw regelmatig een bepaalde liedje of muziekstuk luistert tijdens haar zwangerschap, haar kindje dit kan herkennen na de geboorte en hier rustig van wordt. Muziek wordt dus door de meeste kinderen leuk gevonden. En dat is mooi, want muziek luisteren en zeker muziek maken is heel leerzaam. Door naar muziek te luisteren leren kinderen beter te luisteren. Ze horen de verschillende klanken en tonen. Als er geen muziek in de wereld was, volgens wat ik denk, zouden we niet echt veel genieten. Want zijn liederen, er komen zinnen, er komen boodschappen, er zijn veel boodschappen in muziek. En als er geen muziek is, verveel ik me. En dat, ik vind het te saai. En muziek brengt me soms koelt het mijn hoofd. Het vak muziek is niet alleen voor gezelligheid, maar de leerlingen krijgen ook een cijfer hiervoor. Daarom is het belangrijk om goed op te letten en meedoen met de juf. Want willen zij later iets doen met muziek, dan is het handig om het nu al onder de knie te hebben. Waarom ik zo zing? Omdat ik vind het best wel goed voor mezelf. Want ik leer ook eruit. En hoe je met je lood moet omgaan en muziek. Het is wel goed voor mij. Ik leer eruit, ja. Ik zou later iets mee willen doen. Ik zou een artiest willen worden. We gebruiken muziek om onze emoties te uiten. Zijn we verdrietig, dan luisteren we vaak naar sad, zielige liedjes. En zijn we happy, dan worden het vaak gezellige, opgewekte liedjes waarbij we vaak ook op kunnen dansen. Muziek, we kunnen er niet zonder. Het is een deel van ons leven. En dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken, slaap lekker en ik zie je morgen. Doei doei!